Zo'n prachtig Chinees paleis op de achtergrond kan maar één ding betekenen. Vandaag gaan wij op bezoek bij de reuzenpanda's. Hey, mijn naam is Leon en ik ga jullie wat vertellen over biodiversiteit. Biodiversiteit wat? Biodiversiteit. Een totaalpakket van de grootste dieren tot de kleinste bacteriën. Dus niet alleen de miljoenen verschillende soorten dieren die op deze planeet wonen, maar ook de bloemen, planten, schimmels en micro-organismen. Super interessant toch? Daarnaast bestaat biodiversiteit uit alle soorten verschillen binnen een soort, uit de verschillen tussen soorten, uit de relaties tussen die levensvormen en uit de verschillende leefgebieden waar die dieren voorkomen. Kortom, trek je laarzen aan, doe je verrekijker om en ga mee op onderzoek. De reuzenpanda is een zeldzame berensoort. En misschien denken jullie dat ze met hun zwart-witte vacht en die zwarte kringen rond de ogen allemaal precies op elkaar lijken. En dat is eigenlijk ook wel zo. Maar toch verschillen ze allemaal van elkaar. Net als dat de kinderen uit jouw klas ook van elkaar verschillen. Jonge reuzenpanda's die goed kunnen klimmen, hebben de meeste kansen om te ontsnappen aan roofdieren zoals tijgers of sneeuwluipaarden. Die jonge panda's die klimmen dan hoog in de boom en wachten daar totdat mama terugkomt om hen te beschermen. Volwassen panda's zijn groot en sterk en daardoor zijn zij niet bang voor roofdieren. Ja, het is een groot raadsel waarom panda's bamboe zijn gaan eten in plaats van vlees. Want verre familie van de panda, hè, andere beersoorten, die zijn namelijk wel dol op een lekker stukje vlees. Waarschijnlijk waren er steeds minder prooidieren te vinden en zijn de panda's daarom langzaam overgegaan op die bamboe. En de panda's die zich het snelst konden aanpassen aan dit nieuwe dieet, hadden de meeste kans om te overleven. Het is dus goed dat ze allemaal verschillend zijn. Want hoe meer ze van elkaar verschillen, hoe groter de kans dat als de omgeving verandert, er soortgenoten zijn die zich kunnen aanpassen. Door de klimaatverandering kunnen niet alle bamboesoorten meer even goed groeien. En het kan er zomaar zo zijn dat in de toekomst de panda's opnieuw het dieet moeten veranderen. En dan is het maar goed om niet al te kieskeurig te zijn. Hoe meer verschillen tussen soortgenoten, hoe groter de biodiversiteit binnen de soort. Er zijn natuurlijk nog grotere verschillen tussen reuzenpanda's en andere diersoorten. Kijk, zo'n reuzenpanda vindt het heerlijk om alleen te zijn. En het mannetje en het vrouwtje komen maar een paar dagen per jaar bij elkaar om te paren. Een uitzondering zijn de jonge panda's, want die blijven namelijk zo'n 1,5 tot 2 jaar bij de moeder. Andere diersoorten, zoals wolven, vinden het juist heerlijk om bij elkaar te zijn, want zij doen bijna alles samen. Al leven reuzenpanda's graag alleen, stil kun je ze niet echt noemen. Ze kunnen namelijk enorm veel kabaal maken. En dat doen ze om in een dicht bamboebos elkaar te laten weten dat ze er zijn. Of ze doen het om roofdieren weg te jagen. Kijk, zo'n reuzenpanda maakt wel 11 verschillende geluiden. En een van die geluiden is blaten. En dat blaten, dat klinkt dan meer als het geluid van een schaap dan van een grote beer. Hoe meer verschillende soorten dieren er zijn, hoe groter de biodiversiteit. De reuzenpanda's zijn vaak 's morgens en 's avonds actief op zoek naar bamboe. En heel af en toe eten ze een stukje vlees, maar voornamelijk zijn ze vegetariër. En dat is eigenlijk heel gek, want die bamboe kunnen ze heel slecht verteren. En daardoor kunnen ze er maar weinig voedingsstoffen en energie uithalen. Het lichaam maakt niet voldoende stofjes aan om de bamboe te verteren. En daarom hebben de reuzenpanda's de hulp ingeroepen van de bacteriën die leven in de darmen. En die bacteriën die helpen met het verteren van de bamboe en krijgen daardoor ook genoeg voedingsstoffen binnen om te overleven. Ondanks de hulp van de bacteriën eten ze op één dag tussen de 12 en 40 kilo bamboe om genoeg energie te krijgen. Soms zijn ze bijna een halve dag aan het eten. Oh, en wisten jullie dat mensen ook wel eens bamboe eten? Het is heel erg belangrijk dat er in hun leefgebied meerdere soorten bamboe groeien. Want ze hebben elk seizoen andere soorten nodig.
Veel bamboesoorten gaan dood nadat ze gebloeid hebben. Maar gelukkig bloeien niet alle bamboesoorten tegelijk. Als een bamboesoort op één plek dood is, dan gaan ze op zoek naar andere bamboesoorten die ze kunnen eten. En door de bamboezaadjes in de poep helpen ze ook om de bamboebossen in stand te houden. Om te overleven hebben ze andere levensvormen nodig, zoals bamboe en bacteriën. En de bamboe heeft de reuzenpanda ook nodig omdat ze hun zaden verspreiden. En de bacteriën krijgen door te helpen zelf ook voedsel binnen. Deze relaties zijn dus fijn voor hun allemaal. Maar ze hebben ook relaties die ze minder fijn vinden. Bijvoorbeeld met een sneeuwluipaard die soms jonge panda's vangt. Hoe meer biodiversiteit, hoe meer levensvormen de kans krijgen om te overleven. De reuzenpanda's leven alleen nog in het midden van China, in koude en natte bamboebossen. Ze zijn steeds hoger in de bergen gaan wonen op zoek naar eten, omdat er lager in de bergen niet genoeg bamboe meer is. Er hangt vaak dichte mist en overal zie je bamboe, dus alles lijkt op elkaar. Ze brengen veel tijd door op de grond om lekker te eten en lekker te relaxen. En als er genoeg bamboe om hen heen is, doen ze zo min mogelijk om zoveel mogelijk energie te besparen. Maar ze hebben ook hele grote hoge bomen nodig. Voor als ze zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld een andere panda of als ze willen gaan slapen, dan klimmen ze in die boom. Dat is wel zo veilig. Al halen ze water uit bamboe, toch vinden ze het heerlijk om zo'n riviertje in de buurt te hebben waar ze lekker uit kunnen drinken. Zoals jullie zien kan de panda niet zonder bamboebossen, net zoals de pinguïn niet kan zonder het strand en de zee en de monnikschier niet zonder droge berggebieden met weinig bomen. Hoe meer verschillende leefgebieden er zijn, hoe groter de biodiversiteit is. Leuk dat jullie hebben gekeken. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over biodiversiteit en dat jullie begrijpen waarom het zo belangrijk is om biodiversiteit te beschermen.